Deze nieuwsuitzending die gaat over het aanstaande leven vanuit de bijstand. Ik heb daar zo'n zin in, hè. En ik ben nu alvast aan het oefenen, want ja, kijk, leven vanuit de bijstand, dat is helemaal niet ingewikkeld. Het komt maar op één ding neer, dat is dat je bijna geen geld uitgeeft. Ja. Nou, deed ik dat toch al niet veel hoor, maar er zijn tijden geweest, dat interesseerde me echt helemaal niks. Had ik zoveel geld, dus serieus, ik heb heel veel geld verdiend in mijn leven. Niet de godganse tijd, maar nou, genoeg periodes dat... Geld, dat was iets, ja, daar pin je gewoon. Gewoon pinnen, man. Was altijd genoeg. Ja, nou niet meer. Zo. Daar heb ik het, kan je zeggen, daar heb ik het op aangestuurd. Zo. Ik had er geen zin meer in. Ik was bezig met een bedrijf overeind te houden wat... Ja, laat maar zitten. Dat was het uiteindelijk. Vechten tegen de bierkaai heet dat. Ieder jaar werd het wat minder. En vooruitzichten op verbetering zaten er niet in. De concurrentie nam toe. En allemaal extra fratsen die mensen willen. Ik zat in de automatisering. Iedereen wil appjes, weet ik wat allemaal, man. Gaat er weer. Gekkigheid. Ja, ik hou er lekker mee op. Ik ben er eindelijk vanaf. Mijn administratiekantoor, die weet het inmiddels ook. Mijn klanten ga ik één voor één op de hoogte brengen. Maar ja, die paar laatste der Mohamikanen die nog over zijn, die ga ik lekker doorsluizen naar mijn ex-collega. Ex-fanout, dinges, collega. Die heeft er nog wel zin in. Nou, dan gaat die maar lekker door. Ik denk dat hij uiteindelijk ook gaat ontdekken van... Maar dan moet hij zelf maar werken. Dat is ook niet meer zo piep. Dat is ook al... 59, 60, zoiets. Net zo oud als hij. Misschien dat hij iets jonger is, dat zou kunnen. Het was een leuk avontuur wat we samen beleefd hebben. Ik heb mooie software geschreven. Ja, die software blijft staan, dat zonder meer. En daar ga ik ook niet mee stoppen. Ik blijf programmeren, ik blijf eraan knutselen. Maar dan puur vanuit de hobby. En ik ga er wel mensen mee helpen hoor. En er komt misschien wel een, weet ik veel, een of andere donatie of zo. Dat... Maar... Ja, ik val dus binnen de sociale dienst. In principe mag ik niets verdienen. En dat hoef ik ook niet. Dus, interesseert me niet meer. Dat is al vrij snel. Ik ben dus bij het UWV geweest. Of dat nog zo heet, werkplein stond er op de gevel. Maar vroeger heet dat UWV. En die vrouw al vrij snel, die zei van kijk, ja, in uw geval is dan de bijstandsuitkering zoveel. Dat was €927 per maand. Maar, toen dacht ik wel oké. Ja, mijn huur is 300 nog iets. 370 of zo. Nou, dan heb ik nog wat vaste lasten, maar ja, ik heb geen tv. En, ik heb zo'n telefoon-mobiel abonnement van €15 in de maand. En ik heb internet en vast bellen en dat is 3 tientjes, denk ik. Nou, de kachel heb ik hier niet aan, dus dat scheelt ook alweer. En elektra, dat kan ook niet veel zijn. Ik heb hier 2 laptops... Nou, die zitten wel de hele dag aan de stroom. En ik heb een simpel lampje wat ik... Ja, dat brandt dan vaak, maar voor de rest heb ik hier helemaal geen lampen aan. Ja, ik heb een koelkast draaien. Ah, 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 ah. Nee, dat kan niet veel zijn. Ik zal het wel merken wat ik maandelijks kwijt ben. Ja, dan hou ik waarschijnlijk, dus zal het dan 3, kijk wat 3,70, nou met voor die vaste lasten, laten we het eens houden op 130 euro in de maand. Dus alles bij elkaar zit ik hier dan voor 500 euro aan vaste lasten. Nou, dan heb ik 400 nog wat over om feest van te vieren. Nou, dat is toch 100 euro in de week, ongeveer. Dat is 14 euro per dag. En ik ben nu aan het kijken, dan eet ik er super zuinig. Nou, dan denk ik dat ik per dag iets van 5 euro eet of zo. 5, 6 euro. De ontbijten, dat hoeven mij niet per se. Nou, voor de lunch heb ik dan een soepie. Nou, zo'n soepie, daar gaat ook nog een ei gaat erin. Zo'n soepie kost dan 45 cent, dat is van die Mia-toestand. Een ei kost 16 cent. Ah, de lunch, dat ben ik zo klaar voor 60 cent. Er gaat nog een, ja, 70 cent lunchen. Nou, dan de avondeten. Ik heb een pot bruine bonen gekocht voor 80 cent. Ja, daar kan ik drie keer van eten. Zo'n verpakking met aardappelpuree ellende. En dan koop ik vlees wat in de aanbieding is. Oh, iets simpels. Maar dat moet ik wel kunnen redden hoor, voor 5 euro per dag. Nou, dat zou inhouden dat ik dan 15'tjes, 16'tjes in de week overhaal. Voor dingen als kleren. Ik heb 2 spijkerbroeken die niet kapot zijn. En die kapotte spijkerbroeken die moet ik even gaan repareren met textiellijn. Ik moet natuurlijk werken voor de uitkeringstoestand. Tenminste, dat vind ik zelf. Dat vinden zij dan denk ik ook wel prettig. Maar ik vind het zelf ook prettig. Maar daar hoef ik er niet heel representatief uit te zien. Kan ik wel met een opgelapte spijkerbroek op mijn werk komen, denk ik. Ik hoef geen hooggekwalificeerd werk te doen. Nou, tenzij het moet natuurlijk van die lui, maar... Ja, dat zien we dan wel weer. Ik heb al aangegeven van, ik wil wel werken in het dorp, zo'n gehandicapte instantie hier vlakbij. Ja, misschien dat kan. Het zou mooi zijn. Het hoeft van mij niet per se. Ik zou het leuk vinden. Er was in elk geval, waren de vacatures in de thuiszorg. Ja, daar kan ik ook wel komen met een opgelapte spijkerbroek, is dat nou? Hij is toch schoon? Ik weet niet of je dat kent hoor, textiellijn, maar dat is dé manier. Ik heb zo'n tube gekocht bij de HEMA. Zit je een beetje te harnassen natuurlijk, want het is in de knieën zijn het natuurlijk kapot. Dan moet je die broek binnenste buiten keren. En dan met die lijm aan de slag. Dan iets van gewichten erop denk ik. En dan plak je de hele boel aan elkaar. Dan moet je het zo lang laten drogen. Maar ja, het gaat niet oneindig lang mee, maar van 10 wasbeurten of zo. Nee, wel meer denk ik. Dan ziet er toch keurig uit als dat nou. Ja, er zit een gat in, maar er zit toch een stukje textiel achter. Dus 1 spijkerbroek die knip ik aan flarden en die gebruik ik om die andere 2 te repareren. En onderwijl sparen voor een nieuwe spijkerbroek. Nou, de schoenen die ik heb, ja, die zijn prima in orde. Die hoef ik niet te vervangen. Nou, onderbroek heb ik nog genoeg, sok heb ik nog genoeg, t-shirts heb ik genoeg. En trouwens, ik heb ook nog hele nette broeken. Ik dacht, ja, dat is ook waar ook, joh. Die keurige broeken heb ik ook nog. Kan ik ook nog aandoen. Uit de tijd dat ik money aan het maken was. Van die pakken van Society Shop. Ja, heb ik netjes bewaard. Ik heb alleen geen stropdassen meer. Maar is denk ik ook niet belangrijk. En onder die overhemden moeten, denk ik, dat ik heb alleen maar van die gekleurde t-shirts. Zwarte t-shirts met van die kreten van Alex Jones erop. Zo. Ja, die kan je niet aan onder een net overhemd. Dus. Ah, dat zien we dan allemaal wel weer, hoor. Geen zin om dat nu druk over te gaan lopen maken. Ik vind het wel leuk. Ik voel me echt heel lekker bevrijd. En van die druk af. Een uitzicht op een toekomst waarvan ik denk, ja, dat zie ik wel zitten, dat kan ik wel aan. Een beetje zo'n bijstandsbestaan. Even mijn bankrekening moet even wat aan gebeuren, maar dat komt allemaal wel goed. Ik mag van de SOS 6000 euro. Dat is mijn spaargeld of zo, hè? Maar dat mag je houden. En de rest mogen zij hebben, wat mij betreft. 6000 is voor mij echt genoeg, hoor, spaargeld. Op vakantie hoef ik niet, interesseert me echt helemaal niks. Ik ben in Turkije geweest, ik ben in Tunesië geweest, ik ben uiterlijke keren in Frankrijk geweest. Van Frankrijk heb ik van alles gezien. In Marseille ben ik geweest, in Périgueux ben ik geweest, ik heb de grotten van Lascaux gezien, ik ben in Chartres geweest, waar die ongelooflijke grote kerk staat, en kathedralen. Daar hou ik toch niet van. Dus, ik zou het nog leuk vinden om een keer met Wim, gaan we nog een keer naar de Ardennen. Nee, dat wil ik eigenlijk ook niet, want als ik met Wim naar de Ardennen ging, dan was het, ja, suipen. Suipen, blowen en slap ouwe horen tot 5 uur s'nachts. Ja, daar heb ik nou geen zin meer in, want ik ben gestopt met drinken. Ik heb geen zin om weer te beginnen. Wat een gezeik. Nee, dus ga ik gewoon helemaal niet meer op vakantie, klaar. Ja, dan heb ik hier nog wat oude gitaren, maar er zijn echt classics, hè? Dus ze zijn wel oud, maar dat betekent alleen maar dat ze geld opleveren. Nou, die moeten nog de deur uit. Nou, dat wordt waarschijnlijk dan toch contant afgerekend, mag ik hopen. En anders stort ze dat geld maar op de rekening van Wim Kruidentuin. Niet tegen de dienst vertellen. Maar ik heb ze nog niet verkocht. En dan wordt Wim mijn procuratiehouder. Met het appeltje voor de dorst. En trouwens, Wim en Martin krijgen nog geld van mij. Dus. Voor het gebruik van de Clio. Ja. Heerlijk, man, dan ga ik lekker zuinig leven. Ah, not a worry in the world. En dat voel ik nu al, hoor. Lekker aan het schoonmaken in mijn woning. Vandaag heb ik heb zo'n boekenkast met van die zo'n glazen voorkant. Van de IKEA, zo'n super simpel ding. Maar door de jaren heen mocht dat wel even afgenomen worden. Dus ik met de glasseks erbovenop. van je spiritustoestand. De buitenkant heb ik nou gedaan. En morgen ga ik de binnenkant doen. Dan heb ik nog zo'n kassie, ook met van die zo'n glazen deur ervoor. Ook zo'nzelfde kast, maar dan half zo groot. Dus die heb ik sneller af. En dan mijn balkondeuren lekker gaan opfripsen. En de ramen aan de straatkant lekker opfripsen. En dan mijn cd-rek lekker opfripsen. En dan komt het vervelendste werk, dan moet ik al die administratie-enveloppen allemaal openmaken. Oh, boring. Ik lig achter hè, met mijn administratie. Ik ga al die dingen, die stop ik in een grote kartonnen doos. Dus, ik ga naar het administratiekantoor en bekijk het maar. Ik merk wel wat de schade is. Ja, en als ik één keer bij de soos erin zit, laten zij dekken het wel af, wat me ook maar overkomt. Als ik mij natuurlijk goed schik naar hun regels, dat neem ik aan dat ze daar wel op letten, maar ik ben niet anders van plan. En voor hetzelfde geld, wat ook nog kan, is dat ik vanuit de soos dus in een arbeidsrelatie rol. Dat zou ook nog kunnen. Ja, en dan krijg ik in één en zomaar weer 1300 euro in de maand. Ja, nou, dan kan ik nog meer gaan sparen. Maar wat moet ik met al dat geld? Gek hè, je gaat er heel anders over nadenken. In de Albert Heijn, dat heb ik nou weer ontdekt, in de Albert Heijn zijn de eieren, die zijn maar 16 cent per ei. Dat is echt goedkoop. En de melk is 82 cent voor een liter, volle melk. Nou, dat is goedkoop. Maar dan is de roomboter, die is bij de Albert Heijn weer... ja, 5 cent duurder dan bij de Spar. Nou, wel 5 cent maar. Dan denk ik echt, ja, dan ben ik bij de Albert Heijn. Denk, oh, is het hier zoveel? Nou, op weg naar huis loop ik toch zo goed als langs de Spar. Dan ga ik daar toch nog even naar binnen. Heb ik ook iets van bakken en braden gekocht. Dan niet van de Kroma, maar van het huismerk. Nou, ik kom mijn tijd wel door. Hè. Lekker eenvoudig. Ik zie er echt naar uit. Als al die rotzooi opgeruimd is. Dan heb ik lekker nog de spulletjes die ik echt nodig heb. Al die overbodige dingen, oh, weg daarmee. Het geeft een lekker gevoel, hè, als je de... Als je de rommel opruimt. En dan lap ik mijn keuken in. En mijn keuken is nou voor 80-90% hunky-dorie. En dat doe ik gewoon alleen maar voor mijn eigen genoegen. Doe ik een keukenkastje open. En dan denk ik, oh wauw. Dat ziet er lekker uit zeg. Lekker frips. Die rommel opruimen in je woning, dat heeft een psychische doordendering. In je kop wordt het ook opgeruimder, dat is goed. Hier waar je weer bezighouden met simpele dingen. En dat ik gestopt ben met het alcohol drinken, dat is toch ook wel lekker hoor. Daar krijg je wel eventjes iets meer energie van. Hè? Oh ja, en ik heb mijn wekker gerepareerd. Ja, ja. Die was ook door de jaren heen een beetje moe geworden van al dat bliep, 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 bliep. Die deed niet lekker meer. En hij was heel vies geworden. Ik heb hem eerst helemaal schoongemaakt. En dan heb ik hem proberen open te schroeven, dat lukte mij niet. Toen ben ik op internet gaan kijken, waar iemand dan een vergelijkbare wekker had. Best een goeie, een Sony Dream Machine. Als je een goede wekker zoekt, die moet je hebben. Heel goed interface zit erop. Dat zijn hoe de knopjes zijn. Ik had vroeger een wekker, dat heb ik ooit gekocht. En dan kon je de alarmtijd alleen maar vooruit verzetten. Grrr. Dus als je dan op een ochtend een half uur eerder je bed uit moest, ja, en dan kon je dus 23,5 uur naar voren. Ah. Nou, bij deze is dat heel eenvoudig. Heb je zo'n knopje van links naar rechts. En dat knopje van links naar rechts, en dan ga je links en blop blop blop, je alarmtijd naar achteren en naar rechts en dan gaat de alarmtijd naar voren. Ja, dat knopje deed niet goed meer. Ja, toen zag ik die jongens bezig op internet om zo'n ding even te repareren. Maar ik kreeg al snel in de gaten dat die jongens niet van plan waren om zo'n ding weer in elkaar te zetten. Want die waren eigenlijk alleen maar aan het kijken wat erin zat. Ik denk, ja, straks krijg ik hem niet meer in elkaar. Dat moet ik ook niet hebben. Toen ben ik met contactspray aan de gang gegaan. Waar een beetje een opening zat bij de draaiknopjes. Zo pss, 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 pss. En wonderwel. Wonderwel zeg. Even laten intrekken en een beetje flippen. Toen ging hij zo half doen. Nou, even laten intrekken. Even een beetje bijgespoten. En ja hoor, 20 minuten daarna deed hij het weer als van alles. Vanmorgen even gecheckt. Met de wekker gezet om 8 uur. En inderdaad, stipt om 8 uur. Het oude, vertrouwde geluid. Ik denk, mooi zo. Maar ja, dat zal ik wel nodig hebben. Als ik aan de thuiszorg moet. Of ik werk bij het dorp, of nou, weet ik wel wat. Een of andere droombaan voor mij. Nou, mijn koelkast die doet het nog prima. Ik zou niet weten waarom die ermee op zou houden. Er zit ook een vrieskist onder, dus alle gemakken voorzien. En ik heb een wasmachine en een droger. Nou, die zijn 9 jaar oud. Die blijven nog wel even draaien. Ja, het kost een nieuwe wasmachine. Daar moet ik dan een buffertje voor hebben. De andere buffer is als een laptop hier eruit knalt. Want ik heb nou 2 laptops. Het zou fijn zijn als we het allebei blijven doen. Oh, en ik wil een nieuwe Beamer. Dat wil ik dan eigenlijk wel. Die oude is kapot. Maar een Beamer koop je tegenwoordig voor 80 euro. Dat is schandalig weinig geld. Heb je niet zoveel lumen, maar ja, ik heb 2 grote ramen en daar hangen geweldige gordijnen voor. Dus mijn kamer heb ik zo duister, ook overdag, geen enkel probleem. Ja, lekker een filmpje kijken als je bezoek hebt ofzo. Of iets op internet laten zien. Toch geinig, maar dat is geen prioriteit. Het komt wel een keer. Prioriteit voor mij is dat die rotzooi moet op verder schoonmaken, lekker afmaken. Al die dingen die je niet nodig hebt weggooien. Die administratie naar het administratiekantoor. En dan komt mijn dochter eten. In die periode dat ik zoveel dronk, had mijn dochter geen zin om langs te komen. Het werd een beetje een hekelpunt. Maar dat probleem is nu uit de weg geholpen. Ze weet dat ik niet meer drink. En ook geen wiet meer doe. En geen tabak meer doe. Heerlijk relaxed. Ga ik lekker voor de koken. Lijkt me leuk. Ga maar een potje schaak spelen. Krijg ze van mij schaakles. Ze heeft een goed analytisch vermogen. Ze zou een aardig potje moeten kunnen schaken. Even kijken hoe mijn nek het doet aan de andere kant. Ik hoor hem helemaal niet meer. Hé, je loopje wil. Ja, hij is wel aan het schrijven. Een hele leuke klimaatalarm. Maar toch hoor ik niet meer. Dat is wel frame. Even kijken hoe het zit met de activiteit hoor. We lopen toch nog wel. Nou, iMovie zegt, hey, kom op man. Nou, dat is zeuren man. iMovie die moest staan renderen. Waar zitten we nou? Nou, zie je dan, dan moet ik er eventjes aan de slag uit. Even een beetje dat ding oppokkeren. iMovie die staat op 0,9%, zeggen de weer. System Stats loopt helemaal het... Weet je wat? Even kijken er hier vandaan, dat is best wel leuk. Herstart. Kijk wat hij dat doet. Wordt de gebruiker losgekoppeld. Oké, dat doe ik herstart. Tenzij die... Wacht even, nee, wacht even, toch nog niet. Pro Transco. Nee, dit wordt te saai voor jullie. Kan dat nou? Ja, dat is echt, nee, dat klopt eerst niet. Ja, ik ga deze afsluiten, dan kan ik even naar die machine toe laten. Oh, high-tech hoor, dan zit ik hier achter mijn eigen werken. Nou, werkmerk, ja, ik werk niet meer. En die andere Mac, dat is een oudje. Die heb ik dan weer teruggekregen van mijn dochter, die heeft hem een tijdje gebruikt. Die heeft nou zo'n modern Macje, zo'n lekker 15-inch dingetje met een SSD-schijf. Voor de studie. En die grote lompe bak van mij, dat is zo'n 17-inch bak. Die heb ik nou weer netjes terug. Die is gerefurbished. Er zit een nieuw moederbord in. Die gaan nog jaren mee, man. En dan ga ik en ik ben er natuurlijk heel zuinig op. Nou, daar ga ik nu even naartoe lopen. Nou, dit ging dus over... Oh, wat is... Oh. Oh, we lopen nog. Aha. Wat zat hier nou te... Kan ik een muntje doen wat nou? Ja, dan gaat hij dan de volgende beginnen. Oh, niks aan de hand. Oh, die ruikt lekker door. Oh, hartstikke. Dat is tof hè, dan kan ik vanaf de machine hier... haal ik die andere machine, die staat er een paar meter verderop. Wel zo handig. Want dat is de machine waar ik dan normaal gesproken filmpjes op afdraai en die gaan dan via de beamer. Dat is toch wel leuk. Zou leuk zijn als mijn dochter... Nee, als mijn dochter dan komt en dan gaan we even schaken over de beamer, dacht ik. Nee, dat is niet nodig. Mijn dochter komt denk ik al over een week of twee hoor. Is ze bij mij van harte welkom. Nou, maar lekker tortilla eten. Want dat wilde ze graag. Nou, dan meid, dat kan ik wel maken. Maar dan nog, het is een mooi moment om af te sluiten. Dit ging toch alleen maar over het leven ja, als bijstandspersoon en hoe dat dan is. En dat valt eigenlijk wel mee. Nou, het is niet luxe. Nee, natuurlijk niet. Maar je hebt ook geen zorgen aan je kop. Hé, nee, want dat is even lekker fijn. En omdat ik gestopt met mijn suipen is het contact met mijn dochter en plotseling opgeklaard. Nou, zijn we daar ook weer doorheen. Dan kan ik met haar gaan werken aan de volgende fase, want ja... Ik ben als vader nog niet helemaal uitgesproken over mijn lieve kind. Yeah. Ik ben er wel wat te vertellen, dacht ik. Dat komt wel goed, dat komt wel voor elkaar. En woensdag ga ik met Jörg aan de slag en dan gaan we... Jörg aan het woord laten en die gaat iets doen met iets vertellen over Maarten Luther. Dat wordt heel interessant. Dat weet ik nu al. Hey mensen, Op zijn Hamburgs, de stad waar Jörg Glismann geboren is en getogen is, zag ik tjus en dag lievers. Groetjes vanuit de toekomstige bijstand.